De zon laat zich vandaag geregeld zien. Bij weinig wind stijgt het kwik in de middag tot een graad of 1. Goedemorgen. Dit is het TV West Nieuws van vrijdag 23 januari. Ik ben Martine Boerkamp. Massagesalons waar prostitutie wordt geconstateerd moeten direct dicht. Dat vindt het CDA in de Haagse gemeenteraad. De partij reageert ermee op het nieuws dat in een grote meerderheid van de massagesalons die door de gemeente zijn gecontroleerd, seksuele handelingen worden verricht. Het gaat om 21 van de 24 gecontroleerde zaken. CDA-fractievoorzitter Danielle Koster wijst erop dat in de salons ook vaak vrouwen onder dwang aan het werk worden gezet. Ze wil dat hieraan snel een einde komt. Het is mooi wonen in Wassenaar, maar het leven in het rijke Luisdorp heeft ook nadelen. Zo is de combinatie van veel beschutte plekjes en grote villa's een feest voor inbrekers. Om die reden is de buurtwacht nieuw leven ingeblazen. Het concept is simpel. Met felle hesjes en een zaklamp gaan buurtbewoners 's avonds de straat op om inbrekers af te schrikken. Ik hoor wat. Nee. Ik zie niks. Sinds deze week trekken buurtbewoners van de wijk Horst en Duin iedere avond door de straten om de buurt te controleren op inbrekers. Een moeilijk huis. Ja. De huidige berichten zijn weer negatief. Er wordt weer meer ingebroken. Dus we lopen af en toe weer rondjes. Wij kijken of we dingen zien die anders zijn dan andere dagen. We kijken of de hekken openstaan die anders dicht zijn. Wat op iets kan duiden. We kijken of garagedeuren openstaan. Het is ook wel spannend werk, denk ik. Dat overdrijft u een klein beetje. Zo erg spannend is het niet. Nee, het is vooral functioneel. Geschrapt worden van zogenoemde lijstjes van inbrekers. Dat is het doel. Wij weten dat men werkt met lijstjes. Wij weten van de politie dat men bijvoorbeeld lijstjes heeft. Welke huizen hebben de honden, welke huizen hebben geen honden? Welke huizen hebben schriklichten waar we weg moeten blijven? Welke huizen hebben geen schriklichten? En we weten dat het initiatief wat wij hebben bij kan dragen om de kans dat er in een buurt wordt ingebroken kleiner is. De oproep van de Soetermeerse leukemiepatiënte Melissa werpt nog steeds zijn vruchten af. Inmiddels hebben al 20.000 mensen zich aangemeld om stamceldonor te worden. Vrienden en familie van Melissa starten ruim een maand geleden een actie om donoren te werven. Omdat voor leukemiepatiënten stamceltherapie vaak de enige mogelijkheid op herstel biedt. Daar wordt massaal op gereageerd. Dusdanig veel dat bij stamceldonorbank Europe Donor de wangslijmsetjes even helemaal op waren. Inmiddels zijn er extra setjes geleverd. Ook worden de wattenstaafjes met DNA-materiaal massaal toegestuurd. Een heldendaad behoeft beloning, zo redeneren ze in Leiden. En daarom kreeg de 40-jarige Dorte Kramers uit Oestgeest gisteren de erepenning van de gemeente Leiden overhandigd. Dorte sprong begin dit jaar in de Nieuwe Rijn om een baby en haar moeder te redden. De kinderwagen waarin het kindje zat was van de rem geschoten en zo het water ingereden. She is a hero. En zij is Dorte Kramers. Ze zit op 5 januari in een café in Leiden te lunchen, wanneer ze vanuit haar ooghoek iets wit ziet flitsen. En ik dacht, hé, dat gaat het water in. En vervolgens zag ik er iemand achteraan rennen en ineens riep dus iemand heel hard, help! Dorte bedenkt zich geen moment en rent richting de waterkant. En toen lag daar dus een kinderwagen met een kindje erin en moeder in het water. En toen ben ik er achteraan gesprongen eigenlijk. Dankzij de hulp van Dorte komen moeder en kind er zonder kleerscheuren vanaf. En like a miracle, ja. Yeah. Dorte zelf is vrij nuchter onder haar daad. Maar burgemeester Lenvering van Leiden vindt het heel bijzonder wat ze heeft gedaan. Het water was ontzettend koud. En om dan de moed te hebben om er zomaar in te springen, terwijl je niet weet wat je in het water aantreft, dan gewoon erin springen om een baby te redden. En ook nog een moeder te helpen die de baby achterna is gesprongen, maar zelf niet kan zwemmen. Dat is heel knap en dat is hartstikke fijn dat dat gebeurd is. En dus krijgt Dorte de erepenning van de stad Leiden. En dat maakt indruk op haar. Ja, het is waanzinnig. Ja, het is heel bijzonder. Ik had niet gedacht dat ooit zoiets zou gebeuren. Wat had u gedaan? Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik hoop dat ik ook op dat moment gesprongen was. Maar dat zie je pas als het jezelf overkomt. Bassie en Adriaan zijn terug. Het komisch duo gaat spelen in de film Kate en Koen en de speurtocht naar Bassie en Adriaan. De opnames zijn nog niet begonnen, maar de vooraankondiging was gisteren alvast in Avifauna in Alphen aan de Rijn. Kennen jullie Bassie en Adriaan? Ja. Waarvan? Van televisie. Oké. Wie vind je het leukste? Bassie Adriaan. Ja? En jij?
Wie vind jij het leukste? Bas. Hallo, kom weer. Zo, wat doen jullie allemaal hier? Jongens, kom een klein beetje hierin. Een jaartje ouder, maar nog steeds scherp en helder. Kort, de verhaallijn van de film. Nou, wij gaan Basje en Adriaan spelen op oudere leeftijd. Dus zoals bij de werkelijkheid, zo gezegd. En hun gaan... Ja, ze zijn de neefjes van ons, familie van ons. En die gaan, wij worden ontvoerd en hun gaan ons opsporen. Ik was september 80, ik ben nog een oude lul. Voelt het ook niet zo? Nee, ben gek. Heb ik nooit gehad. In april starten de opnames van de film en de eerste scène is Tussen de Flamingo's in Alphen. Kijk ik nog even in de kranten van vanmorgen. Ja, het is nog maar de vraag of de Haagse jihadisten Soufian Z en Driss D dood zijn. Dat zeggen jihaddeskundigen uit de Nederlandse veiligheidswereld in de Telegraaf. 2 dagen geleden werden de 2 jongens uit de Schilderswijk doodverklaard. Ze zouden zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. Maar liegen over het martelaarschap van jihadisten heeft een groot voordeel voor terroristen. Zo kunnen inlichtingendiensten om de tuin worden geleid. In België en het Verenigd Koninkrijk bestaan voorbeelden van jihadisten die onder de radar verdwenen nadat ze via social media waren doodverklaard. Later bleken ze toch nog te leven. 18 leden van de Haagse motorclub Trailer Trash Travelers staan vanaf vandaag voor de rechter. Met een haast militaire actie zouden ze toerrijders uit hun eigen clubhuis in Leiden hebben verjaagd. MC Pegasus kon in januari 2013 kiezen aansluiten of het clubhonk in vlammen zien opgaan. Andere clubs binnenvallen lijkt voor Trailer Trash Travelers een beproefd recept, schrijft het AD. Het zou ook zijn gebeurd bij een Loosduinse motorvereniging in 2011. Vanaf vandaag moeten alle 18 opgepakte leden van de Trailer Trash Travelers zich voor de rechter verantwoorden. En de Volkskrant vraagt zich vanmorgen af of Den Haag nog wel te besturen valt. Tijdens het reces heeft de stad er weer een partij bij gekregen in de gemeenteraad, groep Okçuoğlu. Er zitten nu 15 fracties in de raad, terwijl die raad 45 leden telt. Het college van burgemeester en wethouders vormt met 5 partijen eveneens een bont palet. Heeft de versnipperde oppositie nog wat te zeggen? Een uitgebreid stuk in de Volkskrant dus vanmorgen. En tot zover het TV West nieuws van vrijdag 23 januari. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl, op de apps voor de tablet en de mobiel en bij de collega's van 89.3 Radio West. Prettige dag nog vandaag.